bij deze nieuwe video en welkom in 2022. Dit is namelijk de eerste video in het nieuwe jaar. Op het moment dat ik dit film is het oudjaarsdag, dus ja, je ziet het, de kerstboom staat nog en het is dus op dit moment nog 2021. Maar ja, zoals jullie weten, ik film vooruit, dus we doen nu gewoon even alsof het al 2022 is. Ik hoop dat jullie in ieder geval allemaal een hele fijne jaarwisseling hebben gehad, mooie momenten hebben gehaald uit 2021 en ja, dat jullie gewoon lekker die allemaal weer meenemen naar 2022. En ik stel voor dat een goed voornemen is dat we weer nieuwe herinneringen gaan maken in 2022 die we weer kunnen meenemen naar het volgende jaar. Vind ik in ieder geval wel een mooi voornemen. En ja, wat je in de titel natuurlijk al ziet, de non-make-up favorieten van 2021. Want ja, ik heb natuurlijk afgelopen zondag de video gemaakt met mijn absolute favoriete make-up producten van 2021. Maar ik ben natuurlijk meer dan alleen maar mijn make-up. Ik vind het namelijk ook leuk om te praten over non-make-up dingen. En dan dacht ik, ik ga dit jaar daar een beetje een aparte video aan wijden. En hier zitten dus nou eigenlijk voornamelijk bodyproducten in, haarproducten in, foodfavorieten. Ik heb ook een aantal nagelfavorieten die ik aan je wil laten zien. Gewoon lekker wat extraatjes. Dus als je benieuwd bent wat mijn non-make-up favorieten waren van 2021, dan moet je gewoon even lekker blijven kijken. De eerste non-make-up favoriet, die heb ik hier op schoot. En dat is ja, eigenlijk even heel iets anders. Ik was een tijdje geleden bij de Intratuin om kerstinkopen te doen met mijn moeder samen. En toen kwam ik deze fijne vriend tegen. En dit is Rudolf. Rudolf het rendier. En zou je wel denken, Char, is het een knuffel? Wat is het? Nee, het is een handwarmer. Want er zitten namelijk gaten aan de zijkant. En dan kan je dus gewoon heerlijk lekker je handen in kwijt. En ja, ik kwam hem tegen en ik zag er een heleboel in die bak liggen. Katten, varkens, alpaca's en dus een rendier. En toen dacht ik, ja, wat is dit, weet je wel? En het was gewoon, het is echt super zacht, dus dat maakt het ook alweer een stuk fijner. Maar ik heb echt heel vaak koude handen. 9 van de 10 keer zit ik lekker onder een dekentje, maar dan vind ik mijn handen, zeker als ik met mijn telefoon of zo bezig ben, ja, zijn toch een beetje koud. En dan is een handwarmer eigenlijk wel handig. Dus het is een beetje een luxe dingetje. Dus ik kwam Rudolf tegen. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En ik werd helemaal verliefd erop. Dus nu zit ik 9 van de 10 keer zo op de bank. Lekker mijn handjes te warmen. Gezellig met Rudolf. En zo'n handwarmer is dus ook wel een favoriet geworden. Ik heb die van mij dus bij de Intratuin gekocht. En ik verwacht dat je dit wel gewoon het hele jaar door kan kopen. Maar dat is ja, mijn eerste eigenlijk non-make-up favoriet van 2021. En ik koos dus voor een rendier. Maar je hebt nog way verschillende. En ik had zoiets van, ja, ik vind dit wel leuk. Lekker kerstig ook. Ik zal hem natuurlijk in de zomer ook niet gebruiken. Dus ik voel het wel lekker winters. Nou, ik heb alle producten hier achter me liggen. Een beetje in categorie hoe ik het wil laten zien. Eigenlijk net als met mijn make-up producten kan ik niet ieder jaar natuurlijk alles weer laten zien wat ik gebruik. Want dan wordt deze video echt gewoon veel te lang. Dus eigenlijk moet je het zo zien. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar januari, dus januari 2021, heb ik een skincare routine update gedaan. Nou, eigenlijk alles wat ik daar gebruik, gebruik ik eigenlijk nog steeds. Zeker met de niet-make-up dingen ben ik een stuk vastiger met gebruiken. En eigenlijk alles wat ik nu laat zien, dat is daar meer aan toegevoegd. Nou ja, laat ik allereerst beginnen met het product wat ik echt veel gebruikt heb. Dat zie je ook wel. Dat is dit kleine, ja, groene flesje eigenlijk van Clinique. En dit is de Clinique Anti-Blemish Solutions Clinical Clearing Gel. Als ik het goed zeg, heb ik er ook door het jaar heen eentje opgemaakt. Dus dit is mijn tweede in principe. En deze is eigenlijk ook al bijna leeg. Nou ja, waar is dit dus heel fijn voor als ik een buisje of iets heb? En echt eentje die op knappen staat, die ik eigenlijk op dat moment het liefst zou willen laten poppen. Wat eigenlijk niet zo goed is, gebruik ik eigenlijk dit. Dus ik doe een wattenstaafje met een klein beetje van deze gel op het, ja, buisje dat ik op dat moment heb. En ja, dat droogt dan eigenlijk gewoon de hele nacht uit. Ik gebruik het dus echt voor het naar bed gaan, zodat het goed even lang kan inwerken. En de volgende dag is mijn buisje echt gewoon een heel stuk minder. Het is natuurlijk niet zodat je hier je hele gezicht mee kan insmeren. Het is echt bedoeld om het plaatselijk te doen. Maar echt voor die king size pukkels die je af en toe wel eens hebt door lekkere hormonale schommelingen, werkt dit echt heel erg goed. Dus ja, dit is absoluut wel een favoriet van 2021 die ik blijf gebruiken. Dan heb ik ook, nou, naast mijn producten van Uncover Skincare, want zoals jullie weten, het skincare merk waar ik nog steeds bij zweer, heb ik op een gegeven moment weer afgelopen zomer, zeg ik dat goed, iets gekocht van Paula's Choice. Ik nam namelijk deze exfoliant in een, ja, mini verpakking mee op vakantie naar Spanje. En deze exfoliant heb ik vroeger ook gebruikt, maar dan een andere versie. Ik heb het echt over een jaar 5 terug, dus ja, de verpakking is helemaal anders. Je hebt inmiddels ook een liquid versie, die heb ik dus hier. Ik had toen de gel versie. En ik had hem op vakantie eigenlijk gewoon meegenomen met het idee van, nou weet je, mijn exfoliant die ik zelf gebruik is wat groter, dus dit is wat praktischer, zo'n kleintje. En ik was echt zo blij met het resultaat. Ik had gewoon echt amper puistjes, onzuiverheden, vlekjes, niks op vakantie. Dus ik kwam terug van vakantie en dacht echt, wow, ben ik dat, weet je wel? En dat was echt mede door dit product. Inmiddels is mijn huid weer
weer wat geschommeld in de tussentijd. Is het weer wat minder geweest? Is het weer beter geworden? Mijn huid schommelt sowieso heel erg, zoals jullie weten. En vooral ook verandering van weer. Dus ja, ik kwam natuurlijk uit dikke 27 graden naar, wat was het toen hier in Nederland? Een graad of 4, dus dat was ook best wel wennen. En nu merk ik dat als ik deze een beetje afwissel met mijn eigen exfoliant van Uncover Skincare. Dus de ene keer gebruik ik deze, de andere keer gebruik ik die. Dan heb ik het wat meer onder controle. Fijn hiervan vind ik dat die een stukje pittiger is. Dus zeker op de momenten dat mijn huid niet zo heel erg lekker werkt, ja, is dit wel echt een hele goeie. Ik doe een klein beetje op een wattenschijfje en haal het over mijn gezicht heen. En ik merk ook van die kleine, ja, verstopte talgplekjes eigenlijk. Want je hebt ook nog wel eens van die kleine witte kopjes. Dat eigenlijk niet echt puistjes zijn, maar het maakt het wel wat ruw op de huid. Daar gaat deze ook heel goed op. Dus ja, ik vind exfoliant, de 2% BHA Liquid Exfoliant van Paula's Choice, absoluut een favoriet en die ga ik zeker blijven gebruiken. Dit is dus een verpakking van 118 ml en hier doe je echt serieus lang mee. Ik denk dat ik deze nu 3 maanden in gebruik heb zoiets en er zit echt nog mega veel in. Nou, dan heb ik hier een product waarvan ik eigenlijk niet weet of ik hem vorig jaar ook heb laten zien. Maar zoals jullie weten, heb ik al vaker verteld, ben ik niet zo'n onwijze self-tan lover. Ik gebruik liever geen zelfbruiners, ook omdat het in combinatie met acne en dergelijke niet zo heel erg mooi is voor je huid. Ik heb natuurlijk af en toe ook van die laserbehandeling om plekjes eventueel wat te verdoezelen, zeg maar, op mijn huid. En dan, ja, als ik dan het advies krijg van de huidtherapeut om niet te veel zelfbruiner te gebruiken, ga ik daar naar luisteren. Maar er is één product waar ik wel gewoon heel blij van word, wat ik eigenlijk weer een beetje heb herontdekt deze vakantie, wat ik onlangs heb opnieuw gekocht. En dat zijn de Tan Luxe The Face Illuminating Self Tan Drops. En dit is Light Medium. Dit is een nieuw flesje. Deze heb ik net opengemaakt. En wat ik hier gewoon heel fijn aan vind, is de verpakking allereerst. Het heeft een pipetje, dus je bepaalt zelf hoeveel product je gebruikt. En dit meng ik eigenlijk gewoon met mijn moisturizer. Dus ik doe gewoon een pompje van mijn moisturizer op mijn handen. Doe een klein beetje met het pipetje erbij. En dat meng ik eigenlijk op mijn huid. En daardoor geeft het gewoon heel subtiel een beetje extra kleur aan mijn gezicht. En zeker toen ik net terug was van vakantie, om het een beetje te, ja, een beetje uit te rekken, dat mijn huid niet zo snel weer wit wordt, werkt dit echt gewoon top. En nu als ik af en toe zoiets heb van, oh, het wordt weer een beetje bleekjes, mag gewoon weer een beetje meer tan, dan gebruik ik heel graag deze. Dus ja, dit is eigenlijk het enige self-tan-achtige product wat je mij zal zien gebruiken de komende tijd. Maar wat mij betreft ook wel echt een favoriet. Categorie haarproducten is ook best wel sumier, omdat ook met mijn haarproducten ik gewoon zweer bij een aantal merken die ik gebruik. Dus ja, als je dat wil zien, ik zal binnenkort weer een nieuwe haarroutine update video maken. En dan zal je zien wat ik momenteel gebruik. En eigenlijk zijn deze producten er een beetje aan toegevoegd, een beetje herontdekt. Of wil ik gewoon echt wel eventjes extra benoemen. Nou, ik heb eigenlijk deze conditioner van Davines afgelopen jaar opgemaakt. En ja, de Oi Conditioner is dit van Davines. Ruikt allereerst, ja, dat is echt bizar. Dit is voor een haarproduct, het zou bij wijze van spreken geurkaars kunnen zijn. Het is heel fris, ook kruidig, beetje zoet. Ja, ik vind het echt top. En ik heb deze het afgelopen jaar eigenlijk bij iedere wasbeurt gebruikt als ik mijn haar ging wassen. Ik was mijn haar meestal 2 keer per week. En ja, weet je, het is echt gewoon heel erg fijn spul. En toen ik me op een gegeven moment opmaakte, dacht ik van, oké, ga ik nu een nieuwe kopen? Of niet. Op zich moet ik zeggen, voor een pot van 250 ml, ik vind het ook ideaal dat het in de pot zit, want daardoor kan je er gewoon echt alles uitscoopen. Vind ik het best een oké prijs. Volgens mij betaal je hier nog geen 30 euro voor. En je doet hier echt wel gewoon lang mee. Kijk, hoe langer je haar is, hoe meer je natuurlijk nodig hebt. Maar ja, mijn haar is zeker nu even niet naar de kapper kunnen op dit moment. Of in ieder geval even het uit moeten stellen. Ja, ook mijn haar is af en toe een beetje droog. En dan is het best natuurlijk om het te knippen. Maar ja, dat kan nog even niet. En dan werkt deze conditioner in ieder geval heel erg fijn om mijn haar wel gewoon extra te kunnen verzorgen. Toch goed door te kunnen kammen. Het zorgt ervoor dat mijn haar gewoon lekker hydraterend is, glanzend is. Ja, ik zweer bij deze conditioner. En omdat ik hem dus opnieuw heb gekocht, is het ook tevens dit jaar weer een favoriet. En ook al vind ik de Aveda shampoo fantastisch, vind ik deze conditioner net iets fijner om ermee te gebruiken dan de conditioner die eventueel bij de lijn komt. Hij is gewoon net wat verzorgender. En ik zal niet liegen, de geur doet er ook zeker aan mee. Nou, als we het dan hebben over het uitborstelen van mijn haar. Ja, ik vind dat dus sinds mijn haar weer wat langer is geworden. Af en toe is het wel nodig om het een beetje extra liefde te geven. En normaliter ben ik niet zo erg fan van sprays, anti-klitsprays, leave-in conditioners. Want het maakt je haar best wel zwaar en extra vettig.
niet zo heel fijn. En ja, nu mijn haar toch wel echt langer wordt, had ik wel iets nodig. En toen ik laatst mijn conditioner opnieuw kocht bij John Berends, was dit product in de aanbieding. Dat is van Seizoen en dat is de Hello Hydrate Leave-In Conditioner for All Hair Types Spray. Dus dit is een conditioning spray. Ja, Seizoen heb ik in het verleden, toen ik nog als kapster werkte, mee gewerkt. Dus ik ken het merk. Ik vind Seizoen ook een fijn merk. Alleen het is niet per se voor mijn haar heel erg geschikt, omdat het wel echt extra hydraterend is. En mijn haar heeft dat niet per se nodig. Ik heb genoeg hydratatie van mezelf. En een teveel aan hydratatie creëert bij mij echt vies vet haar. Dus dat willen we niet. Maar voor mijn punten en vooral voor doorborstelen, zelfs na het gebruik van de conditioner van Davines, is dit wel echt een heel fijn product. Ik heb het echt over, nou, één spreetje is eigenlijk genoeg. Dus ik doe één keer sprayen, aan de andere kant één keer sprayen en ik borstel het daarna door. En dat werkt gewoon fantastisch. Daardoor doe ik echt, nou ja, super lang met dit product ook. Maar het werkt voor mij wel gewoon om er net even een beetje extra liefde aan te geven. Dus dat is de Seizoen Hello Hydrate Leave-In Spray. Dan is mijn favoriete haarlak van dit jaar, ja, toch wederom weer deze paarse rakker. Ik ben natuurlijk, ik weet niet of ik nou vorig jaar of het jaar daarvoor ben geswitcht naar deze haarlak. Maar mijn haarlak van Aveda, die ik heel erg fijn vind, de verpakking is gewoon verschrikkelijk. Het is echt een top haarlak. Maar het is een, ja, gerecyclede verpakking, zeg maar, van recycled materiaal gemaakt. En daardoor is het gewoon niet zo steady. Oftewel, hij lekt continu, maar hij spuit soms ook niet. En dat is met haarlak natuurlijk wel echt heel irritant. Zeker 's ochtends snel moet, hup, weg. En ja, dan werkt het gewoon niet. Op een gegeven moment dacht ik, oké, daar stop ik mee. En ik ga op zoek naar wat anders. Nou, toen heb ik eerst van deze haarlak de blauwe geprobeerd. Omdat die, ja, wat zachter zou zijn. Die vond ik persoonlijk meer geschikt voor babyhaartjes. Een beetje weglakken, zeg maar. Maar voor mijn, ja, toch wel zware haar en echt een beetje volume erin. Zeker nadat ik mijn Airwrap heb gebruikt van Dyson. Ja, vind ik deze haarlak toch echt het allerfijnst. En dit is de Spray The Mode van Bumble & Bumble. Dit is de Flexible Hold. Je hebt ook nog een nog sterkere, maar dat wordt echt meer een soort gel spray. En deze haarlak, ja, vind ik gewoon echt heel erg fijn. Het maakt mijn haar niet te crunchy. Het maakt mijn haar niet te vettig. Het zorgt echt wel voor dat het goed vastgezet wordt. Zeker als ik mijn haar net gekruld heb met die Dyson Airwrap. En ik doe deze haarlak erin. Zit het echt wel gewoon goed. Uiteraard door de week heen zakt het allemaal wat meer. Maar dit is ook een hele fijne haarlak om gewoon tussen je haar te sprayen. Even een paar keer zo te doen. En het zit gewoon lekker net even wat voller. Zonder dat het dus heel erg vettig wordt. Of dat het bijna niet meer door te kammen is. Dus ja, deze haarlak. Ik denk dat dit inmiddels al mijn derde fles is of iets. I love it. Ja, echt heel fijn. En het feit dat de verpakking zo lekker paars is, vind ik ook wel erg leuk. Dan bodyproducten. Dit is denk ik dan toch de grootste categorie. Omdat qua bodyproducten heb je natuurlijk, ja, veel verschillende dingen. Allereerst begin ik met mijn favoriete deodorant. Dit is nog steeds mijn favoriete deodorant als een aantal jaar terug. Alleen ben ik sinds kort overgestapt van een roller naar een spray. Omdat ik merkte dat mijn lingerie er best wel een beetje onderdoor ging, zeg maar. Omdat het bij de armen gewoon een beetje verkleurde. Doordat, ja, de roller, het is wat vettiger. Dat komt direct op de stof van je lingerie. Vond ik niet zo heel erg fijn. En nou, ik heb niet de allergoedkoopste lingerie. Dus ik vind het wel fijn als het een beetje netjes erbij blijft zitten. En met de spray die ik vaak gebruikte bij het sporten. Of gewoon af en toe tussendoor mijn tas. Had ik dat veel minder. En toen ik op vakantie ging, had ik een kleine spray meegenomen. En weet niet, op een gegeven moment ben ik gewoon die gaan gebruiken. En toen dacht ik, verrek, het wordt veel minder snel, ja, viezig op mijn lingerie dan normaliter. En daarom dacht ik op een gegeven moment, weet je, ik ga over op die spray. En sindsdien heb ik echt gewoon nul last meer van eventuele vlekjes of verkleuringen. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Daarnaast is het ook een hele subtiele geur. Ik vind het ook niet lekker als het te geparfumeerd is. Het is heel zacht voor mijn huid. En het doet gewoon zijn werk heel goed. Ik vind de Stress Protect lijn van Nivea, met dank aan Laurie een aantal jaar geleden, nog steeds het allerfijnst. En de naam doet wel eer aan. Op het moment dat ik merk dat ik, zeg maar, een beetje stressy ben, een beetje opgefokt, dan voel ik ook dat ik meer transpireer. Logisch natuurlijk. Maar de geur blijft gewoon goed. En in principe word ik echt genoeg beschermd. Dus ja, Stress Protect. Ik vind de naam fantastisch. En dit is echt gewoon wat mij betreft de beste deo ever. Dan Lush. Lush heeft mij ook echt zeker dit jaar gewoon heerlijk in de watten gelegd. Met heerlijke badproducten voornamelijk. Weet je, ik heb zoveel badproducten getest dit jaar. Dat ik het heel moeilijk vind om favorieten te gaan kiezen van de Bath Bombs of de Bubble Bars. Zoals de meesten weten heb ik in mijn highlights op Instagram de Bath
bedtime stories, zeg maar, die ik maak. Op het moment dat ik een bruisbal van Lush gebruik, laat ik dat vaak zien, omdat die mat eruit ziet. En dat kun je dus eigenlijk een beetje volgen. En op het moment dat ik echt een wauw bruisbal heb, zie je dat uiteraard op dat moment zelf wel. Ik vind het ook heel lastig om te zeggen van ja, je moet die echt hebben of je moet die echt hebben, want dan is die weer limited edition, dan is die weer in het vast assortiment, is af en toe niet te polsen. Ze zijn gewoon allemaal lekker. Eigenlijk heb ik nog weinig gehad dit jaar dat ik dacht van dat is een beetje een tegenvaller. En ja, weet je, het is gewoon ontzettend leuk. Maar naast de badproducten, waar ik toch wel het meeste fan van ben, zijn deze twee ook absoluut favoriet geworden. Dit is een scheercrème van Lush die ik dit jaar ben gaan gebruiken. En dit is de heerlijke sleepy geur die ik eigenlijk heb ontdekt dit jaar. Ik kende de geur al wel, maar ik wist niet dat het zo mijn ding was. En dit zijn bij far wel echt mijn twee favoriete Lush items van dit jaar. Naast de Scrubby en de Snow Fairy, want dat zijn natuurlijk ook nog steeds grote favorieten. Shaved Ice, dit is echt bij far, ik zweer het je, de fijnste scheercrème die ik in jaren heb gebruikt. Voordat ik deze gebruikte had ik altijd de Ambrosia en ik heb daarna volgens mij nog een keer de Prince gehad. Ja, weet je, ik vond Ambrosia heel erg fijn. Hebben ze helaas uit het assortiment gehaald. Vond ik heel erg jammer. De Prince, ja, ik heb vroeger nog eens een keer de D-Fluff gebruikt. Dus ook een scheercrème van Lush. Vond ik ook niet zo. Ja, en toen kwam deze uit. En eerst las ik er natuurlijk voornamelijk over. En wat het in principe beschrijft is dat het dus verkoelend menthol zou zijn. Dat je huid zo glad wordt als ijs. Wederom, net als bij de Ambrosia scheercrème, zit hier ook havermelk in. En ja, weet je, het klonk gewoon goed. Ik ging eerst de recensies lezen voordat ik hem zelf kocht. En later heb ik hem op een gegeven moment bij een online bestelling bij Lush erbij besteld. Ik heb gekozen voor de 250 ml. Ik doe hier, zoals je ziet, al best wel een tijdje mee, maar is nog steeds niet op. En dit is gewoon echt topspul. Ik moet er wel bij zeggen dat de geur van havermelk is niet mijn favoriet. Maar in combinatie met die menthol vind ik het best wel te doen. Als het een shower gel zou zijn, zou het niet mijn favoriet zijn. Dat zeg ik er gewoon heel eerlijk bij. Het heeft niet echt een hele wauw geur. Maar het werkt gewoon echt heel goed. Ik merk dat mijn haartjes gewoon goed mee worden geschoren. Dat mijn huid naderhand natuurlijk gewoon fijn en glad is. Maar dat verkoelende merk je vooral. En dat maakt deze scheercrème voor mij extra speciaal. En gewoon extra fijn eigenlijk in gebruik. Wat ik zeg, je doet er lang mee. Het is best wel een wat dikkere substantie. Dus dat vind ik ook fijn, want daardoor heb ik het idee dat ik wat meer beschermd word tegen eventuele wondjes of iets. Ligt natuurlijk ook aan of je scheermesje nog goed scherp is. Maar ja, laat ik het gewoon kort houden. Ik vind het een hele fijne scheercrème. Ik gebruik hem nog steeds. Ik zou hem zo opnieuw kopen. En dit is toch wel een van mijn favoriete Lush producten. Nou ja, en dan deze grote paarse vriend. Ik heb hem natuurlijk al een keer in een toppertje floppers video laten zien. Ja, tonka, lavendel. Ja, weet je, het is echt gewoon helemaal mijn ding. Ik hou heel erg van lavendel, maar Sleepy is gewoon next level, zeg maar. Nou, ik heb natuurlijk laatst met kerst de Dreamland gift set gekregen. Die echt helemaal alleen maar Sleepy geur bevat. En ik heb natuurlijk in het verleden wel eens wat Bubble Bars en Bad Bombs gehad. Met de Sleepy en de Twilight-achtige geur. Maar de Shower Gel is stiekem wel, ook groot favoriet. Ik heb gelijk toen in Haarlem echt een huge ass fles gekocht. 520 gram. Nou, zoals je ziet, die is ook nog niet helemaal op. Wordt ook niet iedere dag gebruikt. Maar zeker op het moment dat ik echt even moet de-stressen, zeg maar. Je kent het wel. Ja, dan werkt dit voor mij gewoon echt heel goed. Ik word hier echt gewoon heerlijk ontspannen van. Het maakt dat ik er zelfs een beetje slaperig van word, wat heel fijn werkt. En ja, het is voor mij gewoon ook echt een soort zen-momentje. Dus ja, de Sleepy Shower Gel is absoluut favoriet. Dan heb ik ook nog twee producten voor het lichaam. En dan heb ik het over een body lotion. En dit is eigenlijk een conditioner. Laat ik daarmee beginnen. En deze heb ik gekregen van een vriendin van ons, Shanti. Dit is eigenlijk een haarbalm conditioner van Palmers. Dus op kokosvetbasis. Wat ik zeg, het is dus eigenlijk een conditioner. Zij gebruikt dit om haar lichaam in te smeren. Ze is zo gek op de geur van kokos. Het ruikt oprecht naar Bounty. Dus je moet er wel echt van houden. Maar het werkt echt heel goed. Ik heb zeker in de winter, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar mijn huid op mijn benen is echt super droog. Je hebt natuurlijk 9 van de 10 keer heel dag een broek aan, dus ja, het kan ook niet echt lekker ademen. Het is gewoon echt droog. En ik heb ook wel eens van die momenten dat ik dan s'avonds op de bank zit en heb ik wat meer losse pyjama broek aan. Dan zit ik aan mijn benen te krabben, omdat het gewoon echt best wel droog is. Maar sinds ik dus deze heb gekregen van haar, omdat zij er dus zo blij mee was, heb ik er ook één gekregen. Is dat echt veel minder. Maar het idee dat ik een conditioner op mijn benen smeer, dat is heel raar. Maar het werkt, weet je. Het werkt echt. En dan kan ik me wat bij voorstellen, want een conditioner is een veel gesloten substantie eigenlijk, om echt normaliter nu dat haar te omhullen eigenlijk met hydratatie. En misschien juist daarom wel echt een top idee. Mocht je je afvragen hoe
komt ze erbij om conditioner op haar benen te smeren. Ik begreep dat ze ooit een keer op vakantie was en vergeten was om iets van bodylotion mee te nemen. Deze gebruikte ze destijds voor haar haar. En toen dacht ze van ja, weet je, is ook hydraterend, is ook zacht. En sindsdien is ze er eigenlijk helemaal gek op. En sinds ik het nu gekregen heb, ja, ik ben niet de meest trouwe bodylotion smeerder, daar ben ik gelijk heel eerlijk in. Maar op het moment dat ik deze gebruik, heb ik er veel minder last van, zeker bij mijn benen dus, dat het droog is. Dus ja, het is misschien even wennen als je zit te kijken en je denkt, ik weet niet of dat ik dit ook wil proberen, maar ik kan je vertellen, het werkt echt. En het voordeel met zo'n pot doe je echt super lang. En daarnaast gebruik ik sinds, eigenlijk al best wel een tijdje, maar ik heb dit jaar weer een nieuwe gekocht van de Uncover Skincare Body Cream. En dit is dus een body cream met niacinamide en licorice root extract voor alle huidtypes eigenlijk. Een pompje vind ik echt super ideaal. En dit is een van de weinige body creams waarvan ik geen huidirritatie krijg. Ik ga gewoon niet lekker op hele geparfumeerde body creams. Die conditioners op basis van kokos, dat werkt prima. Prima voor mij, maar iets waar heel veel rozenextract in zit of echt super zoetig bloemig, niet heel fijn. In ieder geval iets op natuurlijke basis werkt voor mij beter. Nou, dit is eigenlijk de meest clean as body lotion die je kan hebben, maar toch is die wel heel fijn hydraterend. Zeker voor mijn ellebogen, die zijn best wel soms een beetje droog vaak. Werkt deze echt heel erg goed. Dus deze staat eigenlijk altijd gewoon in de badkamer. Af en toe even een pompje, een beetje alles insmeren. En ja, dan is dit gewoon echt mijn favoriet. Dus dit is toch wel samen met de conditioner mijn favoriete body lotion. En als laatste van de body producten heb ik nog de Paula's Choice 2% BHA Body Smoothing Spot Exfoliant. Als je mijn shop nog hebt gezien toen ik terugkwam van vakantie, dus de producten van Paula's Choice die ik onder andere bestelde, heb je me horen zeggen dat ik dit product eigenlijk ja, voor goedkoper erbij kon kopen, zeg maar. En dat ik hier goede dingen over las. En vooral veel reacties erover dat mensen dit vooral gebruiken op puistjes op hun billen of rug en dergelijke. En dat ze daar echt heel erg tevreden over zijn. Nou ja, laten we dat maar gewoon eerlijk zeggen. Ik denk dat iedereen wel eens puistjes heeft op zijn lichaam. Ik heb het op mijn rug weinig. Dat klop ik af, want ik weet dat er ook veel mensen zijn die echt acne op hun rug hebben. Ik heb af en toe wel puistjes op mijn billen. Vooral na de periode dat ik bijvoorbeeld ongesteld ben geweest, heb ik daar wat meer last van. Ja, weet je, er is niks mis mee, maar het kan oprecht echt heel vervelend zijn. Want je zit ook veel, zeker met mijn werk als recruiter. Ik zit veel achter de computer. Ik zit veel met mensen in gesprek. Dus dat is niet altijd heel fijn, zeg maar. Dus ik was altijd op zoek naar iets wat dat een beetje snel kon wegwerken. En het wachten tot het weg is, is niet altijd heel erg fijn. Dus wat werkt dan het beste om toch verschillende dingen te gaan uitproberen? Uiteindelijk kwam deze dus per toeval eigenlijk op mijn pad. En dit werkt serieus echt super goed. Ik hoef het één keer erop te smeren. De volgende dag is alles gewoon weg. Wat ik zeg, ik heb niet extreme acne ergens op mijn lichaam, naast op mijn gezicht, waarvan ik dit heel goed kan testen. Maar voor mij persoonlijk, voor kleine dingetjes af en toe, ja, werkt het echt top. Het is net als dat andere product, dus een exfoliant. Het is wel wat dikkiger, zou ik zeggen. Het is meer cremig. Het werkt heel erg makkelijk. Het ruikt wel vrij sterk. Het werkt. En dat is het belangrijkste. Het is makkelijk verkrijgbaar. Dit is een tube van 60 ml. Daar kan je echt, nou, ik denk wel mega lang mee vooruit. Maar volgens mij hebben ze zelfs nog een grotere verpakking. Dus ja, als je zit te kijken en echt wel juist af en toe last hebt van buisjes of dergelijke op je lichaam. Deze moet je echt een keer proberen. Dit is echt serieus een aanrader. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik deze heb ontdekt. Want ik was er toch af en toe een beetje onzeker over. En nu heb ik daar veel minder last van. Heb ik ook nog twee tools die ik dit jaar eigenlijk heb geprobeerd. Nou ja, allereerst het scheermesje. Ik heb hem laatst al in de toppers en floppers laten zien. Dit is het Venus. Dan moet ik goed nadenken. Venus Violet Swirl. Ik weet dat swirl is, want het zit zo'n balletje aan. En nou, ik vertelde in de toppers en floppers video natuurlijk dat ik het nog niet eerder had bedacht om een scheermes in een toppers en floppers video te doen. Maar ik vind deze serieus fijn. Ik heb deze gekocht toen ik in Oberhausen was met Danielle en mijn moeder bij de DM. Ik hoorde hier al heel vaak goede dingen over. Ik weet dat ze in Duitsland gewoon veel goedkoper zijn. Dus ik had zoiets van, dat wil ik nu gewoon een keer proberen. En sinds ik hem gekocht heb, ben ik gewoon niet meer teruggegaan van mening. Dit is serieus het fijnste scheermes ever. Het is niet het goedkoopste scheermes. Ook niet de mesjes los. Het zijn echt wel een van de duurdere producten die ik zeg maar sinds kort gebruik. Maar wat ik hier heel fijn aan vind is allereerst het handvat. Dit is wat breder, dus het houdt makkelijk vast. Het is ook anti-slip, wat ook onder de douche heel fijn is. Nou, hij draait dus als het ware mee. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een commercieel verhaaltje, maar naar mijn idee werkt het goed. Zeker bij de oksels is het toch lastig om af en toe bepaalde draai te maken. Dat gaat hiermee echt voor mijn gevoel een stuk makkelijker.
En de mesjes. Nou, ik heb hier dus net een nieuw mesje op gedaan. Dus in verband met hygiëne, het is een nieuw mesje. En in het begin dacht ik, ja, wat is hier nou zo speciaal aan? Nou, allereerst zit er als het goed is een extra mesje tussen. Dus het zijn nog iets meer mesjes. Maar het gaat mij vooral om het paarse omhulsel daaromheen. Dat is echt een heel bijzonder product. Want nu is het nog helemaal droog. Het is niet vochtig geweest. Dus dit is eigenlijk hoe je hem nieuw eruit haalt. Op het moment dat hij nat wordt en in gebruikt wordt tijdens het scheren, dan laat dat laagje als het ware los. Dus het geeft ook een soort van extra verzorging tijdens het scheren. Ik zeg niet dat het vergelijkbaar is met bijvoorbeeld een scheercreme, maar ik heb wel het idee dat de huid daardoor nog iets zachter wordt. En stel dat je er wel voor kiest om bijvoorbeeld droog te scheren, vooral mijn benen doe ik vaak in het begin eerst droog en daarna onder de douche nog een keer, werkt dat dus ook heel fijn voor. Dus het is misschien een beetje een rare favoriet, iets wat je niet zou verwachten, maar het is wel echt een favoriet en daarom wil ik hem heel graag in deze video ook delen. Wat ik zeg, alle scheermesjes die ik vroeger gebruikt heb, helemaal prima, maar ik merk hier wel echt dat die nog beter is. En dan deze. Dit is de Foreo Beer Mini. En ik heb natuurlijk in 2021 twee samenwerkingen gehad met Foreo. Echt super leuk. Heel erg dankbaar voor. Ik heb de Luna Play Smart 2 mogen testen. En de Beer Mini. Ik zeg je wel gelijk eerlijk dat de Luna Play Smart 2, dat vond ik een heel erg leuk product om te testen. Maar ik heb wederom weer de bevestiging gekregen dat dat soort producten voor mijn huid gewoon niet helemaal matchen. Het is vaak gewoon net even iets te agressief in de zin van, ik heb gewoon een hele gevoelige huid en te veel specifieke reinigingsborstels, iets wat steviger is als handen, zeg maar. Daar gaat mijn huid gewoon niet zo lekker op. Dus ik merkte na een tijdje dat mijn huid op een gegeven moment sneller juist wat droger werd. Dat het op een gegeven moment een beetje pijn deed ook tijdens het reinigen. En toen dacht ik, nee, hoe tof ik het ook vind, zeker met de Luna Play Smart 2, dat je ook echt van die huidscans kan doen. Voor mij werkt het helaas niet. Nou, toen kreeg ik aan het einde van het jaar rond Black Friday dus een nieuw aanbod om iets te testen. En dat was Beer Mini. En ik mocht kiezen tussen een aantal items, maar ik wilde heel erg graag voor deze gaan. Ik hoorde er al vaak dingen over en ik vond het wel gewoon interessant. Nou, de Beer Mini is kort samengevat eigenlijk meer een soort product voor de rijpere huid, om eigenlijk de huid weer strakker te maken. Door middel van microstroom en speciale pulsaties zorgt het eigenlijk voor dat de huid gestimuleerd wordt om weer een bepaalde lift te gaan. Dus eigenlijk, voor mij zou het niet per se nodig zijn. Ik moet wel zeggen, sinds ik deze gebruik, dat ik het idee heb dat mijn kaaklijn bijvoorbeeld, ik heb niet de meest strakke kaaklijn, toch net even ietsjes meer gevormd is geworden. Ik ben wel van mening, als je dit iedere dag gebruikt, zie je way meer resultaat. Ik kom daar niet aan toe om dat iedere dag te doen. Ik doe het af en toe of in het weekend. Wat ik hier ook heel fijn aan vind, en dat is misschien niet iets helemaal wat ik van tevoren had verwacht, is vooral als je deze bolletjes, want dit vibreert dus als het ware, langs de wenkbrauwen haalt. Dus echt zeg maar die brow workout doet zoals ze hem in de app hebben staan. Merk ik echt dat de spanning op mijn voorhoofd, die ik dus echt af en toe wel ervaar nu ik het verschil merk, veel minder is. Dus dan op een of andere manier is je hoofd en je wenkbrauwen zijn dan best wel gespannen door stress. En dan merk je pas op het moment dat dat dus afneemt, door die vibraties wordt het dus eigenlijk soort van gemasseerd, is het veel minder. Dus dat is voor mij eigenlijk de grootste voordeel van dit apparaatje. Ik heb echt een soort van massageapparaatje hier aan gevonden. Waardoor ik het dus bij mijn wenkbrauwen heel erg fijn vind. Maar op de een of andere manier waar ik in het begin echt even over moest nadenken, reageert mijn huid hier ook heel goed op. Want ja, het wordt extra gestimuleerd natuurlijk. De bloedsomloop wordt namelijk extra gestimuleerd, wat normaliter altijd een beetje spannend is. Maar in mijn geval, ja, mijn huid wordt een beetje rood ervan. Maar de dag erna, geen extra puistjes, niet dat het droog is, niet dat het pijn doet. Het werkt echt heel top. Ik kies er wel voor om de microstroom laag te houden. Want ik vind dat soort prikkelende stroomdingetjes altijd wel spannend. Dus dat is een persoonlijke keuze. Maar die extra vibraties die het apparaatje geeft, ja, ik word er heel blij van. Mijn huid gaat er goed op. Het is fijn ontspannend. Dus Beer Mini is nog meer een favoriet geworden als dat ik dacht toen ik hem net ging proberen. Dus ja, misschien leuk om ook eens een keer te proberen. En daarnaast dat leuke lila kleurtje doet het hem ook wel. Dan heb ik eigenlijk ook nog een soort van maskerachtig product.
gemaakt. Nou, zoals jullie weten is er eigenlijk maar één gezichtsmasker waar ik nog steeds met heel veel liefde gebruik van maak. En dat is de Aveda Botanical Kinetics Hydrating Mask. Het is echt een soort gel masker en echt specifiek bedoeld voor hydratatie. Ik weet niet wat het is in het product, ik roep het al jaren. Maar er zit iets in wat mijn huid ontzettend kalmeert. Ik val soms in slaap in bad met dat masker op en dan zit het er misschien wel anderhalf uur al op. Nou, bij de meeste maskers hoef je dat echt niet te doen. Bij dit masker reageert mijn huid er echt prima op. En wat ik zeg, het kalmeert echt. Dus ook al heb ik op dat moment bijvoorbeeld best wel een slechte huid. Dat masker zorgt er echt voor dat mijn huid in ieder geval niet meer zo vurig is. En ja, hydratatie is voor mijn huid gewoon extra belangrijk. En wat ik ook heel fijn vind, zijn deze eyepads van Milk. Ik heb deze begin dit jaar eigenlijk een beetje ontdekt. Ik heb ze volgens mij besteld Curl Beauty toen. En toen dacht ik van, dit is serieus wel fijn. Ik zijn zeker niet de goedkoopste. Dit zijn echt van die items die je eigenlijk het beste kan inslaan met sale of met Black Friday. En dan gewoon 6 pakjes koopt. Er zitten er overigens 6 in per pakje, dus 6 paar. Maar dit zijn wel echt de fijnste oogpads die ik in jaren heb gebruikt. Ze komen dus in een doosje en dan zit er een zakje in. En daar zitten dus 2 pads in, dus een paar per zakje. Het is dus echt een soort van cooling water technologie. Maar er zit een bepaalde textuur aan die pads die gewoon heel zacht is voor de ogen. Want wat ik al vaker heb verteld, de huid bij de ogen is extreem dun. Maar ook heel droog van nature. Dus daar moet je echt een beetje extra liefde aan geven. Wil je dat mooi houden? Nou, ik gebruik al regelmatig oogcreme. Maar zo één keer in de zoveel tijd zo van die oogpads. Zeker als je een beetje extra ontspanning wil. Of dat je een beetje donkere huid hebt onder de ogen. Ja, is dit gewoon heel erg fijn. En daarnaast zijn ze ook fijn een beetje verkoelend. Dus het is niet een product waarvan ik zeg, dit moet je een uur ophouden. Want ten eerste, je kan bijna niet kijken met die dingen op. Dus het lekkerste vind ik ze ook om ze te gebruiken in bad. En dan ondertussen de rest van mijn gezicht, maskertje en gewoon lekker liggen. Dat werkt voor mij het beste. Maar het is wel echt gewoon fijn om af en toe een keer te doen. En sinds ik deze heb, heb ik eigenlijk alle andere pads die ik ooit gebruikt heb, gewoon lekker uit het zicht gedaan. En ben deze gaan gebruiken. En dit is nu mijn tweede doosje. Ik zou zo weer een nieuw doosje kopen. Nou ja, daarnaast was 2021 natuurlijk ook wel het jaar van het snotteren, van de keelpijn. Ik denk dat iedereen wel er iets van heeft ervaren. Zo niet props for you, maar ik heb inderdaad toch echt wel vaker dat ik loopneuzen en dergelijke had. En dan zijn er eigenlijk 2 producten waar ik gewoon heel erg blij van word. En ook een product dat als ik bijvoorbeeld meer last heb van rugpijn of nekpijn of gewoon echt last ergens van heb in die zin. Werkt dit product ook weer goed. Dus dit zijn eigenlijk meer soort van medicijnen. Maar ik wil toch eigenlijk wel even van jullie laten zien. Nou, deze heb ik serieus echt met heel veel liefde gebruikt het afgelopen jaar. Vooral een beetje toen de herfst-winterperiode inging. Dus heb ik het even over, toen kregen we vakantie, oktober, november, zoiets. Dit is Fix Vaporub. Komt waarschijnlijk vaak zat voorbij op televisie en reclames. En het is echt gewoon een soort van pure menthol. Alleen al ruiken aan dit potje maakt dat alles gewoon open gaat. Maar hoe ik dit het liefste gebruik, hoe het oorspronkelijk bedoeld is, is eigenlijk om het op de borst te smeren. Zodat het zeg maar wat beter inhalatie creëert. Werkt ook heel goed. Maar mijn moeder gebruikte dit altijd door gewoon een klein beetje uit het potje te halen en een beetje tegen je neus aan te smeren. Uiteraard wel 's nachts, want overdag zit het anders overal. En dan, je snuit het als het ware tussendoor een beetje op, maar het zit niet in de neus. Snap je wat ik bedoel? Dus doordat het er een beetje tegen aangesmeerd wordt, werkt het eigenlijk continu. En de volgende dag word je gewoon wakker, of eigenlijk halverwege de nacht merk je het al, dat je neus gewoon niet meer zo verstopt zit. Dus, want dat is namelijk voor slapen, mijn ervaring, echt vreselijk. Je kan bijna niet slapen als je neus verstopt zit, want dan krijg je snel last van je keel. Niet fijn! Dus dit is voor mij dan echt een heel fijn product geweest. En zoals je ziet is het ook met veel liefde al gebruikt. Ik zou het zo weer gebruiken. En dit is toch echt wel een favoriet waar ik op kan rekenen. Die ik toch even met jullie wilde delen. En mijn grote geheim als ik last heb van mijn nek, van mijn rug, van mijn schouders, aangezien ik vooral natuurlijk vrij lang ben, heb je dat wat sneller, is Biofreeze. Ik zweer bij dit product. Het is eigenlijk een soort van koude gel. Wederom iets met menthol. Op de ene of andere manier, je merkt het, I love it. Maar het werkt voor mij gewoon goed. Het is echt een soort groene gel. En in het begin is het mega koud. Dus op het moment dat mijn rug hiermee insmeert, of iemand anders mijn rug insmeert, in het begin denk ik echt, koud, weet je wel. Dat is echt gewoon niet fijn. Maar het wordt natuurlijk al gauw warm. Het is echt een beetje een tijgerbalsem, maar het is een gel en het is koud in het begin. En doordat het dus later weer opwarmt, ik maak niet uit waar ik last van heb qua spierpijn of iets. Dit werkt gewoon echt super, super goed. En iedereen hier in huis zweert erbij. En ook dit jaar weer met veel liefde gebruikt. Nooit eigenlijk met jullie gedeeld. Dus dit is mijn ultieme tip voor spierklachten eigenlijk.
Ik ben er één vergeten. Heel erg stom, want het is best wel een groot doosje. Dus je zou verwachten dat je die niet zo snel overheen kijkt. Maar ik ga hem toch even benoemen. Want ik heb namelijk ook een samenwerking gehad met Hyper Beauty. Hyper Beauty is een Nederlands bedrijf die eigenlijk allemaal van dit soort tools maakt. En ik heb de Alina Ionic Facial Steamer van hen gekregen. Die mocht ik uit gaan testen. Toen ik dit binnenkreeg dacht ik, ja leuk, weet je, nieuw merk vind ik altijd spannend en weet ik nooit zo goed wat ik moet verwachten. Ik vond het er echt super, super mooi uitzien. Nou, ik zal hem even voor jullie uit de doos halen. Toen ik hem voor het eerst uitpakte, was ik echt serieus impressed. Want het is echt niet een heel duur apparaat. Dat valt me best wel mee. Dit is namelijk hoe dat het apparaatje eruit ziet. Wat al heel fijn is, is dat er aan de onderkant van die zuignapjes zitten. Dus je kan hem echt zeg maar vastzetten, zodat hij niet alle kanten op beweegt. Ja, de looks, weet je wel, dat wit met dat rose gold. Ik vind het er echt heel luxe uitzien, zeker voor de prijs. Dat tuutje kan je heen en weer bewegen. De aanknop is een soort van touchscreen, dus dat is ook best wel chic natuurlijk. Aan de achterkant zit het waterreservoir, dus die haal je zo omhoog. En hier doe je dus gedestilleerd water in. Ik gebruik meestal van die pakken Bar de Duc in huis en dat doe ik er dus in. Er zit een timer op dit apparaatje van, ik geloof, 10 à 12 minuten. Dus op het moment dat je hem aanzet en je gaat er lekker van genieten, gaat hij vanzelf weer uit. Vind ik echt ideaal. En het snoer is dus heel makkelijk zo op te rollen. Ja, weet je, wat kan ik er nog meer over zeggen? Het is een heel erg goed apparaat, zeker voor de prijs. Ik heb deze echt al veel gebruikt het afgelopen jaar. Het is gewoon ontzettend lekker. In het verleden heb ik ook vaak gestoomd, want mijn huid gaat er gewoon heel erg goed op. Zeker als je best wel last hebt van een vettige huid, is dit echt top. Maar dan hang ik 9 van de 10 keer met een bak zo voorover. Ik krijg last van je nek, is veel te warm eigenlijk. Niet fijn. En deze stomer is eigenlijk de update versie daarvan. En ja, weet je, het is niet alleen ontspannend, het is goed voor je huid. Het is makkelijk. Wat ik zeg, het is niet het duurste apparaatje. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Dus dankjewel nogmaals Hyper Beauty dat ik deze facial steamer van jullie heb gekregen. Maar anders had ik hem zelf gekocht, want het is echt een heel fijn apparaatje. Een van jullie reageerde ook dat jullie hem voor kerst hadden gekregen. Superleuk. En als je dus nog op zoek bent naar zo'n product, ja, dit is echt een aanrader. En dat is helemaal los van de samenwerking die we hebben gehad. Het is echt een oprechte mening. Hier ben ik echt, echt heel blij mee. Dit is echt wel mijn favoriet qua eigen me-time dingetjes van dit jaar geweest. En als je dan ook nog ziet dat je huid er heel goed op reageert, dat zijn allemaal plusjes op de plus. Ik bewaar hem wel gewoon netjes in de doos, omdat ik het net wat praktischer vind. Maar deze wordt bijna ieder weekend wel uit de kast gehaald. Dan heb ik nog een aantal nagelfavorieten. Want zoals jullie weten, ik draag niet heel erg vaak nagellak. Zeker de afgelopen jaren weinig gedaan. Sowieso toen ik in het kappersvak zat, die zit heel dan met je handen onder water. Niet handig. Maar nu vind ik het eigenlijk wel weer heel erg leuk. En heb ik toch wel iets gevonden wat voor mij in ieder geval heel erg goed werkt. Waar ik blij van word en waar ik toch al wel wat in geïnvesteerd heb het afgelopen jaar. En dat is namelijk de Infinite Shine lijn van OPI. Nou ja, dat zijn dus de lakjes met de zilveren dop. Wat hier dus heel erg fijn aan is, is dat het eigenlijk een gel substantie is zonder lamp. Ik heb in het verleden, 2-3 jaar geleden denk ik, toen wij naar Mexico gingen, dat was in 2019, dus mama en ik zijn maar in contact gekomen met een merk dat heette Gelish. En dat zijn dus gel lakjes zeg maar voor thuis, die je met een lamp kunt gebruiken. Het werkt heel erg goed, maar de lamp is voor mij geen fijn ding. Het doet best wel pijn. Ik vind het niet prettig, dus ja, die heb ik eigenlijk al heel lang niet meer gebruikt. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het effect van gellak onwijs mooi. Het is heel erg glad, het is heel erg glanzend. En ja, ik heb van mezelf gewoon best wel lange nagels snel. Dus ja, ik heb niet nodig om acryl te gebruiken, vind ik zelf. Dus voor mij was het eigenlijk zoiets van, ja, is er niks anders wat daarop lijkt zonder lamp, weet je wel. Nou, dat is er zeker wel. Maar OPI is wat dat betreft toch wel mijn favoriet daarin. Dus de zilveren doplakjes, ja, zijn ook eigenlijk de enige lakjes die ik nog koop. Vaak zijn de lakjes van deze lijn ook gewoon in de gewone collectie te vinden, dus met de zwarte dop. Maar ik heb eigenlijk de afgelopen jaar alleen nog maar de Infinite Shine collectie gekocht. Ik heb nu dit lakje op, mocht je het je afvragen. Ik zie trouwens wel, ik heb het van de week opgedaan, dat er beetje chips in zitten. Niet zo handig voor deze video eigenlijk. Niet hele goede reclame. Maar ik heb gisteren mee zitten opruimen en dingen zitten afkrabben en doen. Dus ja, dan is het natuurlijk niet heel raar dat je een beetje chips krijgt. Maar voor een lak vind ik dat het er heel erg goed op blijft zitten. Ik heb bijvoorbeeld hier ook één laagje van gedaan. Maar dus qua dekking was deze echt top. Het ene lakje is natuurlijk wat minder dekkend dan het andere lakje. Dus daarom chipt het misschien ook iets sneller. Maar als ik van een bepaalde lak van OPI, als ik daar gewoon 2 laagjes van opdoe, dan kan ik er, als ik er zuinig mee omga, bijvoorbeeld haar wassen en zo, is ook nooit zo lekker voor je nagels, dan kan ik er zeker een week, misschien anderhalve week mee doen.
Nou, ik heb dus nu deze op. Deze komt van de nieuwe kerstcollectie. En dit is de kleur Thorn Bright After Sunset. En het is een soort van holographic-achtige look die er overheen ligt. Dus het is sowieso shimmery. Maar het heeft echt een beetje een soort holographic lookje. Ja, ik vind het echt een prachtige kleur. Nou, van dezezelfde collectie kreeg ik dus voor kerst de groene en de blauwe. Dus ja, ook super mooi. Ik heb deze nog niet gedragen. Maar ja, het is dus een beetje dezelfde glowy-achtige finish. Als ik het goed zeg, zijn deze drie ook uit een en dezelfde collectie. Volgens mij was dit de Downtown LA collectie. Ik kocht allereerst deze. Die is ietsje lichter als die kleur die ik voor kerst kreeg, die blauwe. Dit is, even spieken, Angels Flight to the Starry Night. Die heb ik ook veel reacties voor jullie op gehad als ik hem in een video op had. Deze vind ik ook echt prachtig. Het is een soort paarse, blauwe, ja, roodachtige duochrome. Echt heel tof. Dit is de kleur Abstract After Dark. En deze vind ik ook heel tof. Deze was ook meteen in zitten toen ik op vakantie ging. En dit is de kleur Opie Eye Loves DTLA. Dus ja, allemaal best wel fancy kleurtjes, zeg maar. Ik hou niet van hele basic kleurtjes. En ja, echt in een super shimmery, glanzende, jelly-achtige look. Dus ik vind het echt hele mooie lakjes. En één van deze lakjes heeft een gouden dop. Daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik ze naast elkaar in de kast zag liggen. Ik weet niet of dit een specifieke collectie is geweest. Maar dit is de kleur It Never Ends. Dit is mijn favoriete nude lakje van deze lijn. En ik heb ook nog een blauwe. Deze kocht ik zeg maar als grapje toen mijn vriendinnetje Carmen, die is in april bevallen van haar eerste kindje. Superleuk. Kocht ik deze kleur voor de baby shower. Dit is een lichtblauwe kleur. Dit is Eternally Turquoise. Als het goed is het deze in het vaste collectie. Dus ja, ook gewoon een leuke herinnering. Maar het zijn dus allemaal best wel kleurrijke lakjes. Dit is de enige nude kleur eigenlijk. Dus naast dat ik gewoon überhaupt heel erg fijne lakjes vind en het hele concept heel fijn vind, vind ik het ook leuk dat ze echt een beetje special dingetjes hebben. Want ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik gebruik al jaren nagellak. En mijn hele kast ligt vol met van alles. Maar ik wil hier ook echt wel gewoon bijzondere dingetjes kopen. Nou, het enige wat je nodig hebt om deze producten te gebruiken is de base coat en de top coat. Dus je gebruikt eerst de base coat, dat is ook nummertje 1, staat er ook op. Dan gebruik je de lak, dat is nummertje 2. En dan is nummertje 3 de top coat. Dus ja, hier moet je één keertje investeren. En dan doe je er best wel een tijdje mee. Ik moet zeggen dat ik ze nu echt al een tijd heb. Nou, die base coat is, lijkt erop of die nieuw is. Top coat is, gebruik ik iets meer, heb ik gemerkt. Maar zeker de topcoat geeft echt die laatste glossy look. Waardoor ik ook regelmatig de vraag krijg of ik geen acrylnagels heb. Nee, het zijn mijn eigen nagels. 9 van de 10 keer dus met de OPI-lakjes erop. Ja, kort samengevat, beste lakjes in mijn optiek van het afgelopen jaar. En ga ik zeker met heel veel liefde nog de komende jaren blijven gebruiken. En ik ben benieuwd wat voor collecties er allemaal uitkomen. Ik was namelijk al OPI-fan, maar sinds de Infinite Shine Line ben ik echt verkocht gewoon. Nou, daarbij vind ik tijdens het lakken dit altijd nog een heel handig product. Dit is de Essence Nail Polish Corrector Pen Without Acetone. En ja, dit is gewoon een stiftje waar dus inderdaad nagellak remover op zit. Waar je gewoon net even die randjes mooi mee kan weghalen op het einde. Super handig product. Zit altijd van die reserve dingetjes bij. Kost echt een euro of zo. Gebruik ik ook heel erg graag. En de beste nagelriemverzorger by far is deze crème van Dior. Crème abricot. Dit is dus een nagelriemcrème. Hele aparte substantie, maar het werkt echt top. Ik heb regelmatig droge nagelriemen. Moet af en toe ook echt proberen om er niet aan te gaan zitten plukken. Dat heb ik af en toe wel eens de neiging toe. En dan is dit het enige product wat ze gewoon echt goed vet houdt. En waardoor ik er gewoon echt van af blijf. En ze ook niet meer droog zijn. Het is natuurlijk best wel een luxe product, want Dior is niet het goedkoopste merk. Maar hij werkt echt fantastisch. Nou, en dan is de video eigenlijk bijna wel ten einde. Ik heb nog één categorie en dat is parfum. En ik weet dat jullie dol zijn op parfums in video's. Ik ga ook zeker in 2022 weer een parfumstash maken. Want die is echt super veel bekeken. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Dus dat zijn natuurlijk leuke dingen om te zien dat jullie daar blij van worden. Wat ik natuurlijk ook ontdekte dit jaar. Wat eigenlijk niet echt parfum is. Tenminste, ik heb nu ook de parfum. Maar ook de geurkaarsen, stokjes. Ik heb net de body lotion en de shower gel gekregen. Atelier Reboel en dan vooral de Istanbul geur. Dat is echt op zijn recht wel een favoriet geworden dit jaar. Zoals ik al vertelde in de What I Got For Christmas. In de kapsalon waar ik kom, de Koller in de Hoogstraat in Rotterdam, verkopen ze dus Atelier Reboel. En zo ben ik er eigenlijk mee in contact gekomen. Ik kocht voor mijn moeder eigenlijk gewoon als kleinigheidje leuk de geurstokjes. Nou, we werden allebei helemaal verliefd op de geur. We kochten de geurkaars. Ik kreeg dus inderdaad, wat ik zei, de body lotion en de shower gel voor kerst. En ik kocht onlangs zelfs de parfum.
Het is een kleintje en dit is eigenlijk ook meer een soort van body spray, room spray voor mij persoonlijk. Want het is best wel een kruidige geur. Maar ik vind de geur gewoon echt zo onwijs lekker. Ik ga deze trouwens even nu opdoen. Ik zou zeggen dat het wel een beetje unisex is. Beetje Tom Ford-achtig. In het begin is het natuurlijk echt wel even dat je denkt, het is echt een oude parfum, dus je kan hier wel echt de hele dag plezier van hebben. Maar voor mij persoonlijk is het echt een beetje een soort van magische twist. En ik word hier gewoon blij van. Dus deze geur is absoluut favoriet van 2021. Als we het hebben over mijn meest gebruikte parfum van het afgelopen jaar, dan denk ik wel dat dat toch wel deze is. En dit is de Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. De prachtige rode rakker. En ja, dit is echt gewoon een heerlijke geur. Ik heb nog een Gucci Bloom. Ik weet even niet welke limited edition dat is. Maar dat is de roze fles met een soort van zwart-witte blaadjes. Ik zie het daar op de kast staan. Maar ik weet even niet welke. Dit is niet de gewone Gucci Bloom. Het is ook niet met de groene limited edition. Maar die andere, zeg maar. En daarnaast kreeg ik dus deze van mijn moeder. Echt super, super lief. Maar ook echt een heerlijke geur. Ik zou wel willen zeggen, hij is best zoet, maar sterk zoet. Krachtig zoet. En ja, ik vind het gewoon echt lekker. Ik vind het echt een heerlijke geur. Ik word er blij van. Het geeft me lekker een beetje powerful gevoel. En het is gewoon eigenlijk voor iedere gelegenheid goed. Ik hou er echt wel van om gewoon wat krachtige parfums ook gewoon overdag te dragen. Dat is gewoon mijn ding. Maar met een iets zoeter randje maakt het dan net eventjes wat meer everyday gebruikelijk. Als we het dan hebben over eigenlijk meer een avondgeur. Ja, Caroline Herrera, Good Girl. Deze kreeg ik vorig jaar met kerst. Zoals je ziet, hij is, op zich ben ik er zuinig mee geweest, maar hij is wel gebruikt. Ja, dit is ook nog steeds gewoon echt een heerlijke geur. Dit is echt gewoon luxe, dit is sexiness, dit is vrouwelijkheid. En eigenlijk op een beetje van die power woman, zakelijke achtige momentjes draag ik deze eigenlijk heel erg graag. En daarom is dit sowieso een herinnering aan 2021, maar ook absoluut een favoriet van 2021. Ik vind trouwens de nieuwe versies ook heel erg mooi. Maar qua geur vind ik de Good Girl, de originele, het allerlekkerst. Daarnaast heb ik ook nog twee groene parfums. Wat heel erg grappig is, ik heb als ik op mijn kast sta, mijn parfum eigenlijk op een soort van kleur geselecteerd. Dus ik heb nu bijvoorbeeld die nieuwe Tom Ford die ik heb, die is natuurlijk paars. Nou, Alien is paars. De label van Jean Paul Gaultier die ik heb gekregen voor kerst een beetje roodachtig. Dus ik heb een beetje die categorie. En daarnaast heb ik bijvoorbeeld groen, ik heb rood, ik heb donker, een beetje zwartachtige look. Maar ik heb ook heel veel flesjes die gewoon transparant zijn of een beetje nude kleurig zijn, roze zijn, goud zijn. Dus het is heel grappig om echt een soort van regenboog op je kast te zien staan. Maar op de een of andere manier was rood, zwart en groen toch wel de kleur van 2021. Ja, dit zijn ook twee heerlijke parfums. De Gucci Memoir du Hondor heb ik gekocht tijdens de actie bij de BP. Toen kon je sparen voor parfums. Dus dan kreeg je een sticker bij zoveel euro aan, zeg maar, tanken en dergelijke. Uiteindelijk heb ik 3 parfums gekocht met die actie. Waarvan dit toch echt wel wat mij betreft de allerbeste deal was. Want deze parfum is, op het moment dat ik die kocht, was die echt nog niet heel erg lang, zeg maar, uit. Nou, mijn moeder had deze al. En ja, met die actie had ik echt zoiets van, ik wil deze, maar ik vind het best wel duur. Maar toen dacht ik, ja, this is the moment. En het is mijn moeders slaapparfum, dus dat is wel grappig. Maar het is ook echt een super bijzondere geur. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze misschien bij die actie hebben gedaan van de BP, omdat die niet heel toegankelijk is in de zin van niet iedereen misschien zijn smaak zijn. Mijn smaak is het wel. Ik hou echt wel van bijzondere geuren. Maar het is heel zacht. Toch is het, het heeft iets pittigs, maar het is ook fris. Ja, ik vind het een hele lekkere geur. Daarnaast vind ik de fles ook gewoon heel erg mooi, heel erg chic. En ja, Gucci heeft maar liefst 4 geuren op mijn kast staan. Dus het is wel een van mijn favoriete parfummerken inmiddels. Dus ja, ik vond dit ook echt een hele lekkere geur. En ja, Alien Cherry Mugler, dat is echt gewoon een klassieker voor mij inmiddels. Die ik volgens mij eigenlijk al wel gebruik sinds wel echt wel een beetje mijn tienerjaren. Dus voor mij is het echt inmiddels een goldie, een oldie but a goldie. Maar Cherry Mugler heeft niet alleen Alien als goede geur. Er kwam ook Aura uit. En deze fles doet me onwijs denken aan A Loverdose van Diesel. Wie kent hem nog? Was ook een geur die ik in mijn tienertijd heb gebruikt. Heerlijke parfum. Ik vond het echt een hele toffe fles. Ook was ook een soort van stenen hart, maar dan paars met een zwart dopje. Nou, deze is natuurlijk iets anders. Eigenlijk zou ik zeggen, dit is zeg maar de Diesel. Dus de bovenkant is wel anders. De kleur is natuurlijk ook anders. Maar daar kreeg ik een beetje die vibes naar. Hij heeft hier een soort kontje. Dus je kan hem heel erg mooi zo op je kast neerleggen. Dat vind ik ook heel chic. En de geur is gewoon echt super lekker. Het is
heel anders als Alien. Ik zal hem even op mijn andere pols doen, want dan kan ik het een beetje uitleggen. Dit is echt een van die geuren die heel lastig is om te beschrijven. Ook bij deze zou ik zeggen, hij begint pittig, maar wel bloemig. Daarna wordt het een beetje warm en fris. En op den duur, dat pittige blendt eigenlijk een beetje met de warmte en de frisheid. Dus ja, het is eigenlijk geen verrassing, maar ik hou gewoon van aanwezige geuren, bijzondere geuren, krachtige geuren. En ook echt wel een beetje een combinatie van krachtig met ofwel iets fris, ofwel iets warms, ofwel iets zoets. En deze heeft het ook weer een beetje allemaal. Dus ja, parfum beschrijven is gewoon heel erg lastig. Ik hoop dat het een beetje over is gekomen. Maar ik vind het wel erg leuk om te zien dat ik toch ook een beetje verander van smaak met parfum. Maar dat ik toch altijd een beetje trouw blijf aan mezelf. Dat ik nog steeds ga voor de geuren die een ander misschien zou laten liggen. En dat vind ik eigenlijk het meest bijzondere. Want naast mijn moeder ken ik bijvoorbeeld niemand die deze geur heeft. En dat vind ik echt zo zonde, want het is zo'n goede geur. En dat vind ik dan weer leuk dat ik het dan zelf wel kan ontdekken. Nou, dan was dat toch nog een beetje de beauty kant van deze video. Dan heb ik nu nog even een hele andere kant, namelijk lifestyle. En dan heb ik het even over de food favorieten. Nou, er is één bedrijf wat echt wel een dikke shout-out verdient in deze video. Waar wij het afgelopen jaar helemaal ingedompeld zijn. Waar we echt van genoten hebben. Heerlijke recepten voor op hebben. En dat is Sterk in de Keuken. Dit zijn twee broers die echt de heerlijkste recepten maken. Vooral Instagram volg ik ze al een tijd. Uiteindelijk heb ik dus in, volgens mij met moederdag, zeg ik dat goed, dit boek van mijn moeder gekocht. En met kerst heb ik de nieuwste aan haar gegeven. Nou ja, wat ik laatst al verteld heb in Toppers en Floppers een tijdje terug, staan hier echt heerlijke gerechten in. Onder andere mijn grote favoriet en bij velen de Rolo Cheesecake. Als ik nu bijvoorbeeld zou trakteren voor vrienden of gewoon taart wil maken, dan is 9 van de 10 keer die ik echt absoluut maak en hele goede complimenten over krijg. Dit is hier thuis toch wel een grote favoriet. Dat is de sushi taart. Gewoon echt goddelijk. En dit is ook het gerecht waar ik mijn nieuwe snack eigenlijk heb leren kennen. Wasabi pinda's. Ik kende het ook niet voordat we dit gerecht gingen maken thuis. Want ze worden dus als garnering gebruikt op de sushi taart. Maar dit is ook echt een snack favoriet geworden. Zeker als ik s'avonds op de bank zit en ik heb zoiets van, ah, ik heb even zin om wat te snacken. Maar ook weer niet al te vettig, weet je wel. Kijk, natuurlijk, het blijven pinda's. Maar het is geen chips, snap je? En die wasabi pinda's zijn echt top. Lasagna taart is ook heel erg lekker. De bugle nachos heb ik ook al een paar keer gemaakt voor als er vriendinnen kwamen. Ook super lekker. Ja, er staat echt van alles in. Weet je, kaas, knoflook, borrelbrood. Ook heerlijk. Ik heb sinds dit jaar ook een beetje het kaasfondue herontdekt. Daar is die. Ja, eigenlijk van vroeger uit kaasfonduden wij eigenlijk nooit. Ik hoorde dat vroeger vaak bij vriendinnetjes, maar zelf deden we het eigenlijk nooit. Volgens mij hadden wij destijds ook onze fonduepan ergens achterin liggen, weet je wel. En sinds dit jaar hebben we het een beetje weer herontdekt. We kwamen dit recept tegen. Dus dat is kaasfondue met truffel en met champagne. Nou, ik kan je vertellen, yummy. We hebben hem ook laatst weer op met kerst. Tweede kerstdag hebben we gekaasfonduut. Is echt goddelijk. En weet je, dat maakt het leuke. Het zijn echt gewoon recepten die erin staan waar je gewoon echt blij van wordt. Want je geniet er gewoon echt optimaal van. Maar het worden echt gewoon, ja, statements, favorieten die je blijft gebruiken. Nou, in het nieuwe boek staan dus ook gewoon echt hele toffe dingen. Tompoestaart, I mean, heerlijk. Toevallig hebben we gisteren de steak quesadillas op. Ook echt super lekker. En wat ook het leuke is met deze recepten, ze zijn best wel origineel, vind ik sowieso. Ik ken zelf dit soort gerechten bijvoorbeeld niet. Nou, zoals je weet, ik ben niet zo'n keukenprinses. Maar dit maakt dat je daar gewoon echt veel meer zin in krijgt. Maar die recepten zorgen er gewoon echt voor dat ik ook in de keuken wil gaan staan. Dat ik er echt gewoon serieus heel erg blij van word. Maar het is ook gewoon, je wordt echt een beetje uit je comfortzone gehaald. Want in die steak quesadillas zit bijvoorbeeld biefstuk. En ja, gewoon for your information. Ik ben niet een mega vleesfan. Ik zal in een restaurant zelden voor biefstuk kiezen. Dus het is ook niet mijn favoriete vlees. Maar in die quesadillas gisteren. Ja, snap je? Dus dat is gewoon echt gewoon heel erg leuk. Daarnaast maken ze niet alleen maar eten. Ze maken ook drinken. Bijvoorbeeld hoe je zelf limoncello maakt. Splitshotjes. Frietje parmezaanse kaas. Ook heel lekker. Dus het staat ook vol met snacks. Met toetjes. Gewoon leuke feestdingen. Bijvoorbeeld pizza stengels XXL. Super leuk voor op een feestje. Dus ja, weet je, de boys van Sterk in de Keuken hebben hier absoluut een plekje in huis verdiend. En deze boeken, dat is een soort bijbel geworden voor ons. Naast de wasabi pinda's heb ik natuurlijk ook nog wat meer food favorieten. Ik vond persoonlijk de Subway chips van Lay's, zeg maar de drie restaurant flavors, vond ik de Subway
Subway echt lekker, die teriyaki flavor. Als het goed is, heeft die ook gewonnen en is die nu toegevoegd aan het vaste assortiment. Dus daar ben ik super blij mee. Ik heb het afgelopen jaar ook heerlijk gesmikkeld van diverse smaken van de Lindballen. Dus in de Lindstore in Oberhausen, ja, daar ben ik ook al een aantal keer geweest de afgelopen jaren. En ben ik ook steeds meer gaan waarderen. Ik vind de macarons van de Multifly ook echt top. Die zijn best wel een stukje groter als de macarons die wij regelmatig bij de Jumbo halen. Die zitten daar meestal bij het gebak, zeg maar. Ook heel erg lekker. Maar dat zijn standaard smaken. En bij de Multifly heb je van alles. Je hebt Oreo, je hebt bubblegum, pindakaas, pistache, strawberry cheesecake. Wat had ik nou laatst ook nog erbij zitten? Red velvet. Maar het zijn echt wel grote macarons. Ja, echt heel lekker. Dus het lijkt me ook super leuk om in 2022 nog wat meer in die toppers en floppers te steken dan alleen maar make-up producten. Dus ik denk dat het ook leuk is om een parfum iedere maand te benoemen. Favoriete kleur nagellak en favoriete snack. Dus dit waren de non-make-up favorieten van 2021. Ik hoop dat jullie er weer heerlijk van genoten hebben en er een lach op je gezicht van hebben gekregen, net als ik. Ik wil jullie onwijs bedanken voor dit mooie jaar, want dit is voor mij officieel de afsluiting van 2021. Bedankt voor alle liefde, lieve reacties, likes, abonneren. Ik ben super dankbaar. En ik stel voor dat we 2022 ook gewoon heerlijk verder daarmee gaan. Ik heb zin in nieuwe video's, nieuwe ideeën, nieuwe avonturen. En die hoop ik zeker met jullie te delen. Dus dank jullie wel voor dit mooie jaar. Hele dikke kus en tot zondag. Doei!